De Surinaamse economie in 2017. Uitdagingen, verwachtingen en aanbevelingen. Dat is het thema van de eerste lezing van de Kenniskring voor dit jaar. De lezing is gisteren gehouden in het Lara Roek-gebouw. De gastsprekers waren de diplomaat Albert Ramdin, thans director External Relations Newmont Suriname, en Brian Renten, voorzitter van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven. Ramdin gaf aan dat Newmont dit jaar zal zorgen voor de echte inkomsten van het land. Hij verduidelijkte dat deze inkomsten niet op basis van een lening, maar op basis van investeringen zullen binnenkomen. Volgens Ramdin gaat er 27 miljard om in het bedrijf. Met vestigingen in, voornamelijk in Noord-Amerika, een aantal mijnen. Die blauwe mijnen zijn, die blauwe stipjes zijn, mijnen die op dit moment in volle gang zijn. De oranje stippen zijn projecten die op dit moment gaande zijn. Suriname is ondertussen, dat ziet u daar in Zuid-Amerika, van een oranje stip, een blauwe stip geworden. We hebben een aantal nieuwe projecten in Australië, in Nevada en ook in Zuid-Amerika. Maar u ziet, het bedrijf is overal in de wereld, ongeveer 12.000 mensen die er werken. En met een omzet van ongeveer 27 miljard. Ongeveer 400.000 tot 500.000 troy ounces per jaar zullen geproduceerd worden, zeker in, de eerste 5 jaren. En u kunt zelf uitrekenen wat dat betekent, ongeveer 1000 kilo goud per maand. Ik ga niet praten over de goudprijs, want dat kunt u zelf opslaan, maar op dit moment is het ongeveer 1188 US dollar voor een troy ounce. De all-in sustaining cost, AISC, is ongeveer tussen de 650 en 750 US dollar per ounce. Dus u ziet, het verschil is dan profit tussen de goudprijs en dit bedrag. Uiteraard, staatsolie's aandeel is niet alleen 25% van de opbrengsten, maar 25% van de lasten. Ramdin gaf verder aan dat indien ergens anders in the area of interest, ofwel de door de regering uitgegeven grond goud wordt gevonden, er een nieuwe investering gepleegd zal worden voor een nieuwe mijn of fabriek. De Newmont director zegt dat het bedrijf sinds oktober maandelijks 6% aan royalties stort op de rekening van de staat. Er zijn een aantal shipments geweest van goud sinds oktober. Ik dacht ongeveer zo'n 8-9 shipments. En ik denk dat ik wel kan zeggen dat wat betreft de export van goud, we de targets gehaald hebben in 2016. Er was beoogd om 100.000 troy ounces goud te produceren. We zijn er heel dichtbij gekomen om dat aantal te kunnen uitvoeren. Dus op dit moment moet ik zeggen, het bedrijf, alhoewel het een nieuwe plant is, draait perfect. Natuurlijk zijn er altijd kleine problemen, maar het feit dat we kunnen produceren op basis van de forecast geeft aan dat alles voorlopig soepel loopt. En voor wat betreft 2017 hopen we natuurlijk dat dat ook het geval zal zijn. Dat zijn de directe contributies aan de staat. Er zijn natuurlijk in de toekomst, en ik weet zeker voordat er vragen komen, er gaan natuurlijk in de toekomst wat meer, een grotere bijdrage komen wanneer we de inkomstenbelasting gaan betalen aan de staat. Dat zal afhankelijk zijn van de goudprijs, de afschrijvingen. En ik verwacht dat het ongeveer 3, 4, 5 jaar gaat duren voordat we daar zijn. En dus rond 2020 moeten we erop rekenen dat van elke $100 dat verdiend wordt in Suriname, ongeveer $67 gaat blijven in Suriname. Op dit moment blijft er $31 achter in Suriname, zegt Ramdin. Hij verwacht dat er dit jaar consistentie van beleid zal zijn, een open communicatie en transparantie. Het is niet de eerste keer dat er een crisis is. De regering heeft dus de taak om duidelijk aan te geven wat zij doet en waarom zij dat doet.